Ik moet u zeggen dat het een wonderlijke ervaring voor mij is om nou hier te staan. En ik moet erbij zeggen, wie had dat ooit gedacht? Nou, in ieder geval niet de mensen die mij vroeger hier in die wijk hebben gezien. Ik ben eigenlijk vooral gekomen om in de eerste plaats mijn excuses aan te bieden. Ik wil mijn excuses aanbieden aan degene die hier rond het sportveld, daar op de Laan van Poolt, woonde. En met name de beheerder van dat veld. Omdat wij met een groepje jongens de gewoonte hadden dat één van ons over het hek klom. En dan naar die hoek van dat veld ging waar die grote kalkput zat met een grote houten deksel erop. Dat was bedoeld om de lijnen van het veld te trekken. Wij vonden die deksel van die put uitermate geschikt om die in de sloot te gooien en dan met een vlotje zo naar de andere kant te gaan. Dat was heel leuk, vonden wij. En wij begrepen eigenlijk niet waarom de volwassenen dat niet leuk vonden. En op een gegeven moment kwam de politie eraan. Ja, wat doe je dan als slim jongetje? Gelijk op dat houten ding en naar de overkant. Dus hij kon ons niet pakken. Helaas, we hadden buiten de waard gerekend, want onze kleren lagen wel aan de verkeerde kant. En toen heeft die politieman die kleren meegenomen naar dat politiebureau, daar verderop op de Laan van Poolt, weet u dat nog? Ik ook. Ik ken dat politiebureau zeer goed. En ik ben er dus in mijn onderbroek naartoe gelopen met mijn vriendjes en we moesten daar wachten tot onze vader en moeder ons ook kwam halen. Ik bied mijn verontschuldiging gaan aan degene die op het kruispunt woonde, Pauwelaan-Vuutlaan, met name rond oudjaar. Natuurlijk is het met oudjaar gewoonte dat dan de kerstboom in de fik gaan. Maar wij hadden gewoonte dat daarvoor wat te doen en ook daarna te doen. Met als gevolg dat op een gegeven moment het asfalt totaal gesmolten was. En toen zijn we ook geëindigd op het politiebureau. Verder. Ik bied mijn onschuldiging aan die mensen die in de Vuutlaan daar dat pad naar het strand kozen om naar het strand te gaan. Want als je dat pad oploopt, heb je aan je linkerkant loopt het wat omhoog te staan wat dennen. En daar zaten wij achter en dan hadden we een bal kapot gemaakt met water erin. En we hebben heel veel fietsers nat gespoten. Sorry, het was niet de bedoeling. En dan laat ik nog maar al dat belletje trekken en dan de vuilnisemmers tegen de deur aan zetten. Al die peren die we gejat hebben in die prachtige tuinen van u. Het was eigenlijk vreselijk. Maar het was nog veel ernstiger. Op een gegeven moment geloof ik toch dat wij de deskundigen waren op het terrein van de bunkers. Herinnert u zich, dat weet u misschien wel. Hè? Er lopen bunkers dus vanaf hier helemaal naar de andere kant. En die waren natuurlijk afgesloten, maar niet voor ons. Wij waren daar heel handig in om daar openingen in te vinden. En we hebben al die bunkers, zijn we doorgelopen en hebben we ook van alles in gedaan. En wat ook op een gegeven moment behoorlijk link werd, dat was de kerstbomenjacht. Die begon natuurlijk wel binnen de wijk. Hè, we moesten die kerstbomen allemaal verzamelen. En die lagen dan op geheimzinnige daken en schuurtjes. Maar dat is toch knap uit de hand gelopen. Want toen zijn er kerstboomoorlogen ontstaan. Van de vogelwijkers tegen de Loosduiners aan de ene kant. En wat nog gevaarlijker volk was, die woonden daar, dat waren de Duindorpers. Een joeje! Maar in ieder geval, ik heb daar hele goede herinneringen aan, maar dat geldt niet voor iedereen in de wijk. Ik moet u ook melding maken van de avonturen. Toen ik naar het strand ging, toen was er nog eens sprake van kuststijlverenigingen, surfplanken. Die mensen hadden eigenlijk geen geld om die dingen te kopen. Het was daar gewoon niet. En die zee was wel gevaarlijk, ook toen. Zoals die nu ook gevaarlijk kan zijn met de muien. En je mocht natuurlijk eigenlijk ook niet in zee. Nou, luchtbedden hadden we ook niet. Maar we hadden die zwarte banden, herinnert u zich dat? De binnenband van die vrachtauto's. En die namen we mee naar het strand om daar een beetje op die dingen te drijven. En ik herinner me trouwens ook dat we aangespoelde pellets van die houten dingen hadden. Om daar te proberen een vlotje van te maken en dan weer die zee in te gaan. En ik ben dus echt heel vaak drijfnat thuisgekomen. Die duinen waren natuurlijk ideaal om cowboytje en indiaantje te spelen. Dat heb ik heel veel gedaan. En dat zou u eigenlijk nog moeten doen. Het is gewoon eigenlijk heel leuk. Ja, waarom is dat eigenlijk aan leeftijd gebonden? Ja. Waarom trekt u niet de duinen in en een beetje cowboytje en indiaantje spelen? Dat dacht ik. Toen ik eenmaal op mijn tienerleeftijd was, ik heb op school gezeten op de Serbroeklaan, waar toen nog een tweede VCL zat. Dat is nu begrijp ik het Serbroekcollege. En ik heb toch een hele hoop van het leven kunnen ontdekken in dit, op het strand en in de duinen, zo in die tienerleeftijd. Maar ik wou daar niet te veel over vertellen. Ik wou bedanken de architecten, de stadsontwikkelaar, die in 1918, dat is geloof ik dit jaar,
deze wijk zijn gaan bouwen. Want als die dat niet gedaan hadden, had ik toen natuurlijk niet kunnen wonen. En dat geldt ook voor opeenvolgende colleges van BMW hier in Den Haag, die dat allemaal mogelijk hebben gemaakt. En het grappige is dat die Volgenwijk natuurlijk toch een behoorlijk beschermd gebied is door het toeval dat hier die Houtrus wegloopt. En dan de Sportlaan aan de andere kant en dan de Savel- en Lomalaan en de Duinen. Ja, dan is het al behoorlijk afgeschermd. Daardoor kan zo'n wijk zijn karakter behouden. En als dan toch de burgernij te veel oprukt omdat hij ook wel eens door zo'n mooie wijk wil rijden, dan worden er stringente verkeersmaatregelen genomen, zodat het voor een buitenstaander onmogelijk is om deze wijk binnen te dringen. Het enige wat u altijd wel toe hebt moeten staan, dat waren die zomerpassanten. Want als de mensen naar het strand wilden, moesten ze natuurlijk wel bij de Vuurtlaan of bij de Kwartelaan of die andere opgangen naar het strand, moesten ze even door de wijk heen. Dat was voor ons mensen in de wijk niet leuk, maar Allah, wat hebben we ervoor over gehad. Alleen begrijp ik één ding niet. Ik heb onlangs, dat was een maand of drie geleden, moest ik voor een Icon radio-uitzending, dat moest op een locatie, en toen dacht ik wat leuk zou zijn is om in de Vuurt te gaan zitten. Dat heb ik ook gedaan, maar ik dacht dat je via de Vuurtlaan bij de Vuurt kan komen, maar dat is dus helemaal niet. Nee. Hoe kan je nou via de Kwartelaan naar de Vuurt toe komen? Daar is dus toch iets knap misgegaan in deze wijk. Ik wou u alleen maar zeggen, ik wil bedanken, iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan de allermooiste jeugd die ik me kon voorstellen. En ik denk dat dat voor heel veel andere mensen ook geldt. Ik zou het morgen zo over willen doen. Ik voel me bevoorrecht, maar, iets politieke opmerking, ik vind dat u zich ook eigenlijk heel bevoorrecht moet voelen. Nou moet ik oppassen, een hoop mensen die hier in die wijk zijn gekomen, hebben dat voor elkaar gekregen doordat ze zelf hard werken, geld verdienen, dat voor zichzelf mogelijk hebben gemaakt. Nou, dan vind ik dat niet zozeer bevoorrecht, dan heb je het verdiend, want je hebt er veel voor gedaan. Maar, ik vind wel dat u en ik ons moeten realiseren dat er heel veel andere mensen zijn die om de een of andere reden niet die privileges in het leven hebben. En dat betekent dat ook al heeft u het zelf verdiend, we toch een beetje compassie moeten hebben voor die andere mensen in de stad, die andere mensen in het land of die andere mensen in de wereld die het allemaal één slagje minder hebben. Ik ga er niet al te diep hierop in, maar iedereen voelt wel waar ik het over heb. Hè? Goed zo. En dan tenslotte, daar wou ik mee afronden, over de geschiedschrijving. Ik heb gezien, er is een lijst van allemaal zeer bekende mensen die hier gewoond hebben. Nou, dat is interessant, maar de andere mensen zijn net zo interessant. Dus ik wou die lijst nou maar niet met u doornemen. In ieder geval, als er dan wat gezegd moet worden, vind ik het meest interessante die schrijvers en muzici en acteurs die hier in de wijk wonen. Want het is toch een behoorlijk kunstzinnige wijk als je nagaat wie hier wonen. Wat ik wel tot slot wil zeggen is dat ik het heel goed vind, lof aan al die initiatiefnemers om een stuk geschiedenis te beschrijven. 90 jaar geschiedenis van deze wijk in dit deel van Den Haag is niet niks. Dat is een prachtig tijdsdocument waar later heel veel mensen met heel veel plezier in zullen kijken. Niet alleen Vogelwijkers, ook anderen die willen begrijpen hoe deze stad in elkaar zit. En wat dat betreft vind ik dat het gemeentebestuur in de tijd, die geloof ik ruimte voor gemaakt heeft voor dit soort geschiedschrijvingen en het Haags gemeentearchief, vind ik dat die veel lof toekomen. Ik geloof dat er een stadspublicatiefonds voor is opgericht, waardoor dit mogelijk is. Nou, dat is lof voor die gemeenteraadsleden, er is er geloof ik één hier, die zich daarvoor hebben ingezet. Wij kunnen alleen maar naar de toekomst toe als we het heden begrijpen. En hoe zou je nou het heden kunnen begrijpen als je de geschiedenis niet kent? Heel goed. Ik hoop dat u daar heel veel plezier zult beleven aan het boek wat deze groep mensen gemaakt heeft. Ik ben er zeker van dat ik het met rode oortjes ga lezen. En dat er vreselijk veel herinneringen tegenkomen. En daar ben ik dus ook de schrijver dankbaar voor. Dank u wel.